Goed, we gaan de sippersjaal maken van Ina de Jong. Zij heeft ons toestemming gegeven om het patroon te gaan verfilmen. Wat heb je nodig? Twee bollen royal, of welk gewenst garen dan ook naar smaak, en een meetlint. Even mijn geluid uitzetten. Een meetlint. Meetlint heb je nodig. Je gaat meten van pols tot achter de nek. Pols, ja. Mijn poppetje heeft niet zulke hele lange armen, dus ik moet het even hiermee uitleggen. Van pols, achternek langs tot middennek. Die meting, keer 2, is de lengte van de sjaal. Goed. Ik heb een apart filmpje gemaakt voor het basis haken van stokjes opzetten al hakend. Dus nee, geen losse ketting nodig en stokjes. Ik heb hier dus al een stuk gemaakt. Dit is mijn proeflap. Hier ga ik mee werken en jullie uitleg geven. Haak 1 losse en werk draaien. Je mag ook 3 losse haken en mag je deze steek gelijk overslaan. Want die 3 losse telt voor jouw eerste stokje. We gaan het reliefpatroon maken. Dus het ribbelpatroon. Je slaat je draad om. Normaal zal je hierin haken. Als je eerste steek zou gaan haken door de veetjes heen. Die gaan we niet doen. Je ziet hier dat dwarsbalkje. Daar gaan we in haken. Dus je haalt je naald door het dwarsbalkje heen en daar maak je je eerste stokje in. Zo, dat is 1. En zo ga je door alle heen. Dus draad omslaan, door het dwarsbalkje heen, draad om je naald, doorhalen, draad om je naald, door 2, draad om je naald en door 2. Nog een keer. Dus niet door het veetje heen, maar door het dwarsbalkje heen. Draad om je naald, doorhalen, draad om je naald, door 2, draad om je naald en door 2. Nou, dit herhaal je dus door deze hele toer heen tot je aan het einde bent. Ik zal even snel doorhaken, anders wordt het filmpje te lang. Probeer wel zo kort mogelijke filmpjes te maken van alles. En wat je natuurlijk ook nog nodig hebt, niet moet vergeten, is een rits. Een splitrit, dus echt een jasrit. Als je die nog niet hebt, neem een oude jas die je eventueel nog ergens in de kelder of in de zak van Max hebt liggen. Haal daar de rits uit en je hebt een rits. Goed. De volgende toer is de herhaaltoer 2. Draad omslaan. Dan steek je hier door de 2 lussen heen en je ziet hier dat balkje. Die neem je naar achteren. Doorhalen. Door 2. En door 2. Ik zal het nog een keer laten zien. Dus je haalt je draad om je naald, steken van achter onder de 2 lussen door en dan zie je dat dwarsbalkje. Die duw je als het ware naar achteren. Ja? Dus naar achteren duwen. Ophalen, door 2 en door 2. Ik zal het nog een keer laten zien. Draad omslaan, door je 2 steken heen. En duw je eigenlijk dat balkje naar achteren. Kijk hier, heb je hem dan. Draad ophalen, door 2 en door 2. Kijk, dan gaan die ook naar voren staan. Draad omslaan, van achter naar voren onder de 2 lussen door. Dan heb je hier dat dwarslusje, die duw je met je naald naar achter. En je draad ophalen en door 2 en door 2. Nou, dit herhaal je door deze toer heen. En dan heb je eigenlijk nu de laatste 2 toeren gehaakt die je gaat herhalen. Deze toeren herhaal je naar de gewenste breedte, zo breed als jij je sjaal wil hebben. Let wel, niet iedereen heeft dezelfde bouw als elkaar, dus wat voor jou prettig is, is voor jou prettig en het hoeft nog niet voor een ander prettig te zijn. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van, nou, ik wil 40 toeren haken, dan haak jij 40 toeren. En in de laatste niet te vergeten. 1 losse en werk draaien. Dan zie je dat je aan de achterkant een recht patroon krijgt en aan de voorkant krijg je ribbeltjes. Dus nog 1 keer. Nou zijn we weer in die eerste herhaaltoer eigenlijk. Hè? Dus je slaat weer draad om. Hier het dwarsbalkje weer. Dan ga je van onder oppakken, draad omslaan, omhalen en door 2 en door 2. Hier idem. Deze toeren herhaal je om en om. Dus de ene toer doe je het dwarsbalkje.
En de andere toer haak je van achter onder de twee lussen door en duw je het dwarsbalkje naar achteren toe. En dan haak je daar je stokje in. Ik zal het nog één keer herhalen. En hier hebben we de laatste steek. Let op dat je lus goed pakt. Eén losse werk draaien. En dan gaan we weer van achter onder de twee lussen door en duwen het dwarsbalkje weer naar achter. En daar haken we de twee stokjes. Dus weer van achter naar voren, dwarsbalkje opduwen en ophalen. Nou, deze twee toeren ga je herhalen naar gewenste breedte van de sjaal, want je haakt deze sjaal in de lengte. En dan komen wij volgende week maandag, vermoed maandag, denk het wel, terug met het deel daar waar wij met de rits en ene knoop of helemaal geknoopt verder gaan. Zo, de laatste steek nog even maken om jullie te laten zien. Kijk, voilà. Dit is dan het patroon. Overal een balkje op en de stokjes liggen erachter. Ik heb haaknaaldmaat 6 gebruikt. Gebruik de naald waar jij prettig mee haakt. Het moet een beetje luchtig blijven en toch wordt het enorm warm, want het is acrylgaren. Het kan enorm lekker warm zijn met één draad. Ik wens jullie heel veel succes en alvast tot volgende week maandag. Doei doei!